kijken even vooruit in de toekomst. Het is 2017, de transitie is afgerond. De transformatie is vormgegeven. Dat is gemeenten en aanbieders dan gelukt. Hoe ziet de wereld van het sociaal gemeentelijk domein er dan uit? Anders. 2017 is kort dag, hè, want we voorspellen in gemeenteland wel een transformatiefase van een jaar of 5 à 10. Oké, maar dan hebben we het dus over 2023. Ja, wat wij niet meer doen, ook in Zwolle niet, is 70 organisaties in één woonwijk hun afzonderlijke klussen laten doen, waarvan ze heel veel afstemmingsproblemen hebben of nauwelijks van elkaar weten wat ze doen. Gezinnen, huishoudens zullen veel beter wie hun vaste regisseur is dan nu. Die hulpverlener die helpt mij als ik de regie over mijn leven verlies. En die haalt er eventueel nog specialisten bij als dat op onderdelen nodig is. Maar het is heel helder wie de regie heeft, dat zal nieuw zijn. In hoge mate zullen we het categoriale denken loslaten. Bijvoorbeeld, wij zien nu, hè, omdat we ook heel veel werkbezoek hier in de stad doen. Daar is een instelling voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Daar is er eentje als je verstandelijk niet zo goed mee kunt komen. Daar is er een als je psychiatrische problemen hebt. Als je oud bent. Er zijn heel veel mensenlevens waar die dingen soms ook door elkaar lopen. En dan begint het gedoe op het moment dat, laat ik het anders zeggen, in mijn werkverleden, ik heb heel vaak gezien, in Nederland word je goed geholpen als je één probleem hebt. Dan pas je in zo'n categoriale zorginstelling. Maar als je 2, 3, 4 problemen hebt, omdat er ook relatieproblemen zijn, of schulden, of een afstand tot de arbeidsmarkt, of kinderen zitten niet lekker op school. Nou, dan komt er per problematiek komt er een instantie bij en dat zullen we echt gaan opschonen. Dus ik voorzie dat we veel meer gaan werken met hulpverleners die weer mogen gaan doen waar ze eigenlijk voor opgeleid zijn. Dat is breed generalistisch werken, waarin je het gezin in zijn volle context kunt zien. Dus hulpverleners zelf zullen een keuze moeten maken of ik ga naar de volle breedte kijken van de vraagstukken bij een persoon of een huishouden. Of ik kies er echt voor om erdoor te specialiseren. De uitdaging waar we voor staan is hoe borgen we de enorme deskundigheid die we in de afgelopen decennia hebben opgebouwd. Op al die velden die ik net noemde. Want ik doe daar zeker ook als oud-hulpverlener niet minder over. Dat moeten we ongelooflijk zuinig op zijn. We hebben heel veel kennis opgebouwd. Maar we moeten verlaten dat we dat allemaal in aparte sectoren hebben opgebouwd. Waardoor je in woonwijken soms een complete gekte ziet van het aantal instanties wat daar bezig is. We hebben ooit gelukkig gedifferentieerd tussen bijvoorbeeld psychiatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg in de intramurale settingen. Dat zat vroeger ook allemaal door elkaar. De mensen waren allemaal vreemd en die gingen naar het bos of in de duinen of op de hei. Gelukkig doen we dat niet meer. We hebben veel meer verstand van die problematieken. De diagnostiek is fors verbeterd. Dat houden we vast. Maar voor de problematiek die zich in wijken en buurten gewoon in thuissituaties afspeelt, daarbij moet je niet meer zo gefragmenteerd op allerlei doelgroepen gaan opereren. Kennisborg oké, maar generalistischer werken. Ja. Wat betekent dat dan voor medewerkers in de gehandicaptenzorg? Waar zijn die dan straks gebleven over 10 jaar? Ja, ik denk dat er mensen bij zitten die zeggen van vroeger ging ik naar een gezin omdat er een kind was met een verstandelijke beperking. En ik zag nog 5 problemen. Maar ja, ik was er alleen maar voor deze problematiek en ik mocht die andere dingen niet doen. Terwijl ik zag dat het samenhing, hè, problemen bij ouders ook. Maar ja, daar waren wij dan niet van. Dat je nu weer de volle ruimte krijgt om te zeggen van ik mag naar de alle vraagstukken in zo'n gezin kijken. En ik kan ook allemaal arbeidsmarktvraagstukken of om, nee, hoe zit het? Dus dat is de generalist die veel meer ruimte, ja. Ik hoor veel hulpverleners die als ze echt snappen waar deze hele verandering om gaat, daar ontzettend opgelucht op reageren. Ik krijg weer ruimte, ik kan me weer ontwikkelen en systeemgericht kijken. En dan ook niet belemmerd door het huidige financieringssysteem, maar juist gefaciliteerd door het nieuwe financieringssysteem. Dat zou mijn droom zijn, hè, ook, dat je die ontwikkeling ziet. Er zullen anderen zijn die zeggen, ja, maar ik heb zoveel verstand van een beperkt aantal dingen. Je weet of van heel veel een beetje, of je weet van een beetje heel veel. Hè. Dat zijn de keuzes die hulpverleners moeten gaan maken. Dat er mensen die zeggen, je hebt ontzettend veel doorgeleerd om heel specialistisch in dat stukje te opereren. Die mensen hebben straks ook hard nodig. Maar dat betekent dat je dan daar ook voor moet kiezen, je daar ook door moet ontwikkelen. Dat je ook moet beseffen dat je als tweede, derde lijnswerker niet meer zelf de regisseur bent. Dat doet die brede generalist, maar dat je wordt ingevlogen op het moment dat er iets zo specialistisch aan de hand zit, is dat je er echt bij gehaald moet worden. Dus fundamentele keuzes per hulpverlener. En kunt u ook iets noemen wat er straks over 5 of 10 jaar echt niet meer bestaat, wat nu wel geregeld is in de huidige AWBZ en misschien ook wel in de WMO, maar wat straks gewoon niet meer bestaat? Talloze zaaltjes in de stad waar mensen op grond van hun kenmerk, op grond van hun zwakte, op worden geselecteerd of ze daar wel of niet in mogen. Wat ik in het begin zei, van als u dit probleem heeft, oh gunst, we hebben nog 20 mensen met hetzelfde probleem, dan vinden wij dat u een groep bent en dan zetten we u bij elkaar. Ik merk als ik dat soort
plekken bezoek en met mensen spreek, dat ze op alle mogelijke levensterreinen verschillen. Rijk sociaal netwerk of niet, financieel stevig zelfstandig of helemaal niet, of andere vaardigheden of niet. Maar dat ze op grond van hun zwakte bij elkaar worden gezet. En dat zien we in al die zaaltjes gebeuren. Dus als jij een bepaald probleem hebt, kom je in een zaaltje met mensen met allemaal dat probleem. En ik denk dat we daarin veel meer gaan kijken van hoe kun je op een normale manier in die samenleving geïntegreerd worden zoveel mogelijk bij het pas wat bij jouw droom is. Als je verstandelijk beperkt bent, en je bent dol op voetbal, zou ik het veel leuker vinden dat iemand in de lokale voetbalvereniging helemaal wordt meegenomen. Dat desnoods ook daar de coach, de manager wordt getraind van hoe ga je nou met mensen om met een beperking. Maar dat ze de vlaggetjes klaarzetten, het water doen, misschien helpen in catering, noem het maar op. Maar zoveel mogelijk in het gewone leven. In plaats van wat we nu tientallen jaren hebben gedaan, mensen separaat van het gewone leven in categoriale zorginstellingen hun activiteiten weer. Ik zeg het wat scherp, ik weet dat het niet zo zwart-wit is. Ik zie hier ook in Zwolle Frion, die al jarenlang in deze denklijn bezig is. Maar straks worden ze ook door het stelsel meer gefaciliteerd om deze inhoudelijke en maatschappelijk gezien zeer gewenste beweging goed te kunnen maken. We hebben het net al even kort over beleidsvrijheid gehad. In hoeverre maakt het in de toekomst uit in welke gemeente je woont als burger met een beperking? Er zullen wel verschillen gaan ontstaan. En mits je daar niet over professionele grenzen die ook in een beroepsgroep gebruikelijk zijn, overheen gaat, vind ik dat niet zo vreemd. Wij hebben eerder taken geërfd van het Rijk. Hè? Denk aan gehandicaptenvervoer, heel relevant ook. Maar gehandicaptenvervoer op het platteland van Friesland is een heel ander vraagstuk dan in de binnenstad van Amsterdam. Dus waarom mogen er geen verschillen tussen gemeenten ontstaan als het gaat over dit soort vraagstukken? En dat vind ik ook in gehandicaptenzorg. Je moet echt soms ook naar de lokale situatie om te kijken waar zitten je resources, je hulpbronnen, om te zorgen dat je een goed ondersteuningssysteem hebt voor maatschappelijke ondersteuningsvragen van mensen. En dat betekent dat je soms meer op het vrijwillige netwerk of het familienetwerk kunt leunen en dat je soms wat meer naar de professionele kant moet. En ik vind het niet zo'n probleem, mits het zorgvuldig gebeurt en gemotiveerd gebeurt, dat er verschillen tussen gemeenten ontstaan. En daar kunnen mensen ook iets van vinden, ook in de lokale politiek. De politieke partijen kunnen zich daarop onderscheiden. Betalen we een beetje meer belastingen, willen we betere voorzieningen? Of zeggen van, nou, er ligt toch meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Je mag straks ook daar gewoon echt over stemmen, partijprogramma's lezen en keuzes maken. Kunt u een voorbeeld noemen van dat het voor iemand met een beperking in de ene gemeente beter kan zijn geregeld hier in Zwolle dan een stad verderop? Er kunnen verschillen ontstaan, waarvan ik overigens niet geloof dat ze uit een bepaalde bandbreedte lopen. In het verleden werden we ook verantwoordelijk voor hele complexe rolstoelen. En dan zeggen we, ja, je ziet nergens in Nederland dat gehandicapten in een bolderkar over straat worden gehaald. Dat is een plat voorbeeld, maar je kunt bij dit soort dingen niet zeggen dat gemeenten er een zootje van maken. Ondanks beelden die ik daar soms over hoor in de media, hoe gemeenten worden weggezet. We zijn in het verleden verantwoordelijk geworden voor jeugdgezondheidszorg, voor vrouwenopvang, voor maatschappelijke opvang. Er zitten soms ook hele complexe vraagstukken in. Gemeenten doen dit soort dingen best wel zorgvuldig. En bij de meer specialistische voorzieningen zie je dat gemeenten ook gaan samenwerken. Denk ook aan mensen met problemen met hun zicht, met hun gehoor. Komt soms zo weinig voor of is soms zo specialistisch, dan ligt het vrij logisch dat je regionaal of zelfs landelijk gaat samenwerken. Omdat het helemaal te weinig voorkomt om in een kleine gemeente goed te kunnen regelen. Dus we zoeken wel naar het juiste schaalniveau van wijk, of dorp, stad, of regio, of soms zelfs landelijk. Ik denk ook aan het landelijk transitie-arrangement bij jeugd, waarin ook echt gekozen is voor een paar specialistische voorzieningen landelijk in de benen te houden. Dus de gemeenten willen die verantwoordelijkheid best op een zorgvuldige manier gaan invullen. Ik voorspel niet dat er onderweg, zeker in zo'n complexe transformatiefase, hier en daar dingen misgaan. Kun je nooit helemaal voorkomen. Maar dan zou ik in de eerste plaats zeggen, er gaat nu veel meer mis door het huidige stelsel. Als je ziet hoe verknipt en versnipperd het allemaal is. Het is een wonder dat er nog zoveel goed gaat, zou ik haar zeggen. En in de tweede plaats heb je dan ook een zeer snel correctievermogen door media, door de gemeenteraad. Als een gemeente echte dingen niet op een goede manier doet, nou, binnen de kortste keren is dat ook een lokaal relletje. En dan zul je ook zien dat er heel snel gecorrigeerd gaat worden als het echt onder een kwalitatieve grens gaat zakken. Wat zijn volgens u de succesfactoren om de nieuwe WMO te laten slagen? In ieder geval enthousiasme bij zorginstellingen en bij gemeenten om van dit enorme proces een succes te gaan maken. Je moet hier echt met drive en met enthousiasme en met een goede wil aan gaan beginnen. Elkaar opzoeken. Je weet dat je elkaar nodig hebt in verschillende verantwoordelijkheden. Dat vind ik het belangrijkste. Daarnaast oog voor professioneel handelen. Maar daar ben ik niet zo bezorgd over als ik zie wat gemeenten al doen in hele complexe beleidsterreinen die ik net al een paar van noemde.
Maar je moet dat wel borgen, zeker als het gaat over mensen die soms heel ernstig meervoudig gehandicapt zijn. Neem de tijd ook, zeker bij de meer complexe vraagstukken, van weet goed hoe het zit. En pas als je goed weet hoe B eruit ziet, dat je dan van A naar B gaat en daarin de zorgvuldigheidsstappen neemt. En een spannende vind ik versnelde afloop van de budgettaire kamer. Maar ik blijf zeggen, ondanks die financiële druk, het grootste vraagstuk wat wij in zorg en welzijn hebben in Nederland is een ordeningsvraagstuk. En niet primair een financieel vraagstuk. Want ik geloof echt dat wij slimmer kunnen werken als we stoppen met ingewikkelde indicatiesystemen die alleen maar focussen op de zwakke kant van mensen. Als je ruimte geeft aan hulpverleners. Ik ken nu ook zaaltjes voor hulpverleners die over één casus zitten te praten. Kost ook heel veel geld. Nou, dat soort dingen kunnen simpeler. En dan zijn we aan het besparen in plaats van aan het bezuinigen. En je kunt beter besparen dan bezuinigen in de zorg. Dank voor dit interview. Heel graag gedaan.